Ik sta hier met twee tablets in mijn handen, met allebei Pro in de naam. De Apple iPad Pro en de Microsoft Surface Pro 4. Pro voor professional of is het Pro voor heel erg goed? Dat gaan we zo eens even bekijken als we ze naast elkaar leggen. En om eigenlijk te bepalen voor wie deze tablets nou geschikt zijn. Die Pro tablets zijn ook gelijk Pro in maat. Die zijn een heel stuk groter. Hij is 13,5 centimeter groot, die iPad Pro. En 22 centimeter of 20 centimeter breed ongeveer. Als je dan kijkt, hij is nog steeds net zo dun. Vergelijk ik hem met de Surface Pro 4, die is een stukje kleiner. 30 bij 20 en klein stukje dikker, 9 millimeter. Maar kijk ik dan gelijk naar de iPad Air, en dat vond ik eigenlijk al best een aardig maatje. Dat lijkt wel haast een iPad Mini. Als je ze naast elkaar houdt, is het verschil toch best groot. Zoals de vorige Surface Pro heeft de Surface Pro 4 weer een ingebouwde standaard. Die trek je los aan de achterkant en ik moet zeggen, die constructie is zo ongelooflijk stabiel. Je kan hem zo neerzetten, je kan hem een beetje doorschuiven zodat je erop kan typen. En zelfs als je hem helemaal doorschuift, kan je hem gewoon weer omdraaien zodat hij weer als een standaard vaststaat. De iPad heeft dat niet. En daar zou je toch moeten doen met een losse flap die zij dan maken. En die kun je dan opvouwen en dan krijg je een constructie die er een beetje op lijkt, maar dat is een vaste hoek. In diezelfde vaste hoek kan je hem nog een keertje zo neerzetten en dan zou je erop kunnen typen. Wel een stukje minder stabiel dan met die Surface Pro. Om zo'n tablet te unlocken, om hem te openen eigenlijk zeg maar, kan je normaal een code invoeren. Maar beide tablets hebben een speciale manier om dat te doen. Bij de Apple gaat dat met een fingerprint. En bij de Surface Pro gaat dat gewoon met je gezicht. Komen we bij het geluid. En daar zit een enorm verschil in. De vorige iPad, de iPad Air, had echt belachelijk slecht geluid. Eén klein monospeakertje onderin en wat heel vervelend klonk. Daartegenover deze iPad Pro klinkt echt fantastisch. En hoe doen ze dat? Met vier luidsprekers. Hierboven, onder en aan de andere kant precies hetzelfde. En omdat dat tegelijkertijd afspeelt, krijg je een heel mooi centraal geluid in het midden. Dus bij een film zit het geluid precies bovenop de persoon waar je naar zit te kijken. Zo mooi en stevig en hard als de iPad Pro klinkt, dat doet de Surface Pro 4 niet. Waardoor komt dat? Er zitten twee kleine luidsprekertjes in deze dunne spleetjes hier aan de zijkant. Het is dan wel stereo, maar het klinkt sisserig, dun, overstuurd en niet zo hard ook. Om er een beetje een laptop van te maken, hebben ze bij allebei een toetsenbord die je voor kan gebruiken. En het toetsenbord van Microsoft heeft nog een leuke feature erin zitten. Daar zit echt een glazen touchpad op. Die werkt heel erg prettig en zo krijg je gelijk weer een muis op je beeldscherm te zien. Bij de Apple iPad Pro is dat niet zo. En het toetsenbord wat ze leveren, wat trouwens niet te krijgen was bij het maken van deze recensie, is niet zo heel erg goed. Er is een veel beter toetsenbord te krijgen en dat wordt gemaakt door Logitech. En die is als een soort case eromheen erop aan te sluiten. En met de nieuwe connector die iPad Pro heeft, klikt die gelijk vast op het toetsenbord, wordt die meteen herkend, gaat het licht, de verlichting gaat aan in het toetsenbord en kun je meteen gaan typen. Bij de Surface wordt standaard een stylus meegeleverd. Deze is drukgevoelig, redelijk nauwkeurig, maar je kan er in ieder geval goed verschillende diktes mee opschrijven. En hij is magnetisch, zodat je hem aan de Surface kan plakken. Apple gaat een stukje verder met de stylus. Ze leveren hem niet gratis mee, maar hij kost ruim 100 euro en ze noemen hem dan ook de Pencil. Het leuke is, hij heeft een Lightning connector en om hem op te laden hoef je hem alleen maar eventjes onderin je tablet te steken. 20 seconden is hij weer voor een half uur opgeladen. Mooi dopje erop en dan kan je gaan schrijven. Er zitten verschillende sensoren in, waardoor die op verschillende manieren kan werken op het tablet. Het is heel nauwkeurig en hij heeft ook een handpalmherkenning. Waarom nou handpalmherkenning? Nou, als je aan het schrijven bent, wil je juist niet dat je hand mee reageert op het beeldscherm. Dat is erg handig, hij ziet alleen het puntje. Beide tablets hebben een groot beeldscherm. 12,9 inch bij de iPad Pro, 12,3 inch bij de Surface Pro. Zo om en nabij gelijk. De verhouding is iets anders. Dit is een beetje meer vierkant, dit is een beetje meer rechthoekig. Net zoals een HD-scherm, dus handig voor bij films kijken. De kwaliteit is ook om en nabij gelijk, hoewel ik wel wat meer voorkeur heb voor de iPad. Hij heeft een iets natuurlijke kleur, heel scherp ook, maar de Surface Pro
is iets te scherp en die heeft iets te harde kleuren. Dus voorkeur voor de iPad Pro. De iPad Pro heeft dus een beeldschermmaat van 12,9 inch met een resolutie van 2732x2048. De pixeldichtheid is 264 pixels per inch. Dat is nog net geen retina scherpte. Dat is hetzelfde bij de Surface Pro, die heeft een 267 pixels per inch. De resolutie is anders, die is 2736 pixels maal 1824 pixels. Beide beeldschermen kunnen dus geen 4K weergeven. Als je de prijzen wil vergelijken van deze twee tablets, dan zul je toch even naar de specs moeten kijken. De iPad Pro begint wat goedkoper, rond de 900 euro, maar dan heb je maar 32 GB intern geheugen. Kijk je naar de Surface Pro, voor 1000 euro heb je gelijk 128 GB intern geheugen. De Surface Pro kan je zo duur maken als je wel wil. Je kan zelfs tot 2500 euro gaan, dan heb je 500 GB intern geheugen. En dan heb je ook nog eens een keer die i7 processor. Bij de iPad Pro, nou, dan gaat dat niet zo heel ver, tot 1250 euro. En dan heb je slechts 128 GB intern geheugen. En die kan je niet uitbreiden. Om nou te stellen dat de een beter is dan de ander, dat zou te ver gaan. Maar er zijn wel verschillen. De iPad Pro is eigenlijk meer een tablet met wat laptop-aspiraties. Werkt erg goed voor entertainment, dingen oplezen, filmpjes opkijken. Maar daarnaast is die stylus die ze erbij hebben zitten erg goed. Dus als je echt pro gaat, voor mensen die veel tekenen en veel met een pen willen werken, is de iPad Pro wel een stukje beter. De Surface Pro biedt veel meer mogelijkheden. In feite is dit gewoon een laptop met juist tablet-aspiraties. Je kan hier ook gewoon normale Windows-programma's op draaien, dus niet alles uit een App Store halen. Dus ja, de mogelijkheden zijn legio. Misschien wel om die reden dat er zoveel mogelijkheden zijn met die Surface Pro en ook zoveel verschillende modellen, gaat onze voorkeur toch wel uit naar de Surface Pro.